Eerst eventjes die kant terug, weet je? Oh. Een beetje net jasje voor het ogen misschien. Net een jasje dan, het jasje wat ik nu aan heb. Ja, het is wel comfortabel zo, een beetje zo door Antwerpen heen. Okay. Doe open, meneer Scholt. Daar gaan we. Vooruit. Ja, dit vooruit. Gaat weer niet goed. Goedendag. We zijn op zoek naar jasjes. Een mooi jasje. Die andere vind ik nog mooier van kleur. Die vind ik nog leuker van kleur. In ieder geval, ik zit in een soort zak. Ja? Ja, dat is wel. Alsjeblieft. Kijk, heel ander gezicht. Ja, ik ben helemaal, ik kan er weer tegenaan nu. Precies. Nieuwe jas. Ziet er goed uit, graag omhoog, stoer. Ja. God, wat een opluchting zeg. Hij is echt waar. Veel beter. Mijn American Express card deed het tenminste nog. Hè? Tot mijn grote geluk. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time. Zo, mijn school is mooi geweest. Ja, we gaan naar het werk. Speelkwartier is voorbij. Dit is ouder. Dat is ouder, ja. Dit is nieuw. Dat is nieuw. Ja, dat is goed te weten. Hey, je bent lekker een beetje aan het schilderen dus. Dat is goed. Ik ben alleen maar schilderen bezig. Schilderen en tekenen. Ik heb geen zin om zware toestanden te maken. Ik wil gewoon iets met een beetje wol. Sunshine en fresh air. Sunshine boy. Het is toch vreemd hoe warme klimaten invloed hebben op de kleur en op het... Je vond het helemaal niks, hè, die kleuren? Nou, ik vond het helemaal niks, de kleur. Nee, ik vond de kleur wel mooi. Ja, ik vond dat wel. Je zei dat ze afschuwelijk waren, meneer Scholt. Dat is soms een compliment ook wel. Oh. Dankjewel. Komt u binnen. Hallo. Assistente van meneer Scholt. Speent je met een vlieg erop? Speent met een vlieg erop? Heel leuk. Ik wou hem namelijk plat slaan, maar toen zag ik dat het opgezet was. Ja, het is heel wat. Hoe komt dit? En de vliegen zie je altijd, ook in Afrika, bij armoede en ellende. En dan even zo'n vliegje. Ik heb ook nog wat in de kelder daarachter. Hey, wat is dit nu? Een soort gordijntjes zijn het? Ik noem het de bron. Een soort strijd tussen elementen. En niet alleen maar strijd tussen de concrete elementen. Ik ga je toch niks geven wat slecht voor je is, meneer Scholt, hè? Ga je nou dat je uit Friesland komt? Ja, dag. Een echte Fries. Ja. Een echte Fries? Dat is goed, in Antwerpen. Ja, een beetje verzeld geraakt. Hoe komt dat? Verdwaald. Ben je verdwaald hier? Maar dit is toch weer anders? Het ruikt naar teer. Of wat is dat? Ja, fondeer. Natuurlijk leesbaar. Is een Wagner zo? Is dat Wagner? Met de dode mars van... Wat zijn jullie toch een opgewekt soort, jullie? Kunstenmakers. Kunstenmakers? Opgewekt soort. De dode mars, het requiem. Waarom moeten die partituren in een sarcofaagje? Kan je die optillen? Ja hoor, zie je wel, het requiem. Je gaat natuurlijk ook wel de zwaarmoedigheid in natuurlijk. Als je met Teer en Wagner en... En half vergane partituren, dan wordt het ook niet echt vrolijk. Ik denk dat we geschiedenis gewoon aan het verliezen zijn. Zo. Een spoor. Wat is dit? Het zijn een soort architectuurtekeningen. Van Auschwitz. Van Auschwitz? Mm-hmm. Je hebt het echt goed te pakken, jij. Het heeft een beetje iets van een historische beerput. Ja, die je zo af en toe open trekt. Trek je het open en dan komt er... Komt er een nazi-slachtoffer uit. Of een requiem. Of een requiem en dan doe jij ze weer dicht. Dan stop je ze weer onder de grond in urnen. Jongen. No pain, no gain. Meneer Scholt, ik weet niet hoe het met u zit. Ja. Na deze laatste leerling heb ik toch wel behoefte aan een kleine... Versnapering. Alcoholische... Versnapering. Ja, dat vind ik eigenlijk altijd. Ik kan ook wel een kleine... Oké. Dat had ik niet echt verwacht op die plek daar.
in die dode fabriek met al die... Met al die Het liefst had hij zichzelf ingemetseld in een sarcofaag. Ja. Ja. Ja, het is no pain, no gain. Hè? Dat is het motto van vandaag, denk ik. Ja. No pain, no gain. Van God met een afgesneden oor. Scholten zonder beentjes. Scholten zonder beentjes. Is dat dan een parallelletje? Wat? Van Gogh met zijn afgesneden oor en Scholten zonder beentjes? Ik weet het niet. Ik constateer alleen dat het... No gain, no... Wat is de gain van de afgeschoten beentjes? Mijn gain? Ja. Ah, een heleboel. Een heleboel natuurlijk. Vertel me. Wat er bij mij in mijn gain is daarvan? Ja. Nou, kijk, ik ben natuurlijk heel bijzonder geworden. Je bent heel bijzonder. U bent heel bijzonder geworden. Ja, dat is natuurlijk waar. Dat is niet alleen maar ellendig. Ik had een hele leuke vriendin die zei tegen me... Je moet die gasten gewoon dankbaar zijn. Ja, dat was wel een shock in eerste instantie, maar dat was ik natuurlijk niet bepaald. Maar u was toch wel bijzonder voor die tijd? Ja, sure. Dat is niet dat het daar zo bijzonder door geworden is. Maar ik moet er toch wel mee verder. Ik heb weinig keus. Dus binnen de weinige keus die ik heb, kan ik er nog wel het beste van maken. En er is een hoop wat goed is. Oké, de gain is, u bent bijzonder geworden. Nee, ik weet het niet. Ik zit ook maar te speculeren. Ik ben ook maar, ik weet niet wat mijn gain is. Misschien met mijn gain is, ik heb nog helemaal niets, ik heb niets gegained nog. Maar u bent wel gaan knokken, u bent niet aan een boom genomen. Nee, maar goed, dat is leven. Dus als je verder wil, dan moet je knokken. En, ik denk dat ik mijn gain nog krijg. Nee, waar te zeggen. Mijn gain komt nog. Ik heb heel veel verlies moeten nemen. Erg veel verlies moeten nemen. Ja, veel verlies. En nu ben ze het een beetje op, dus het is een beetje voorbij. En ik denk dat nu het moment komt dat ik ga winnen. Wat een troep hier, meneer Scholten. Het is weer helemaal kut. Ruim toch eens een keer... Ah, ik ben niet oké. Shit, alleen die gaten in die bedden, dat vind ik iets minder. Jezus, het bed heeft zo'n gat in het midden. Goed, Sven, kan ik nog iets voor je doen? TV aan, jointje. Jointje, met of zonder filtertje? Met filtertje. Hey, je zit naar de AVO, jongens. Een groot of een klein, of een patatzak, of wat wilt u? Nee, maar gewoon klein bescheiden. Nee, lang geleden dit, hoor. Lang geleden, hè? Moet je het zien? Ik heb iets korte vingers voor dit vloertje. Oh, filtertje. Hé, hey Milan, jij hebt toch op de kunstacademie gezeten? Ja, daar ben ik nu heel blij om. Dat komt je voor pas, hè? Driedimensionaal werk heb ik daar geleverd. Je weet toch dat u van te veel harsroken prostaatkanker kunt krijgen, hè? Is dat waar? Is dat een oorzakelijk verband, de twee? Mm-hmm. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, dat is bekeurig. Ja? Daarna zag ik hoe de tempel, de tent ter getuigenis, in de hemel geopend werd. En de zeven engelen met de zeven plagen traden uit de tempel. Gekleed in zuiver glanzend linnen, het middel omgord met gouden gordels. En één van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen. Vol van gramschap. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen. Duivelsgeesten zijn het, die wonderen doen en uitgaan naar de koningin van het gehele wereld om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Allerhoogste. En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel vanaf de troon een machtige stem. Het is